Welkom allemaal. Voor degenen die lip kunnen lezen, nou ja, die hebben mijn verhaal deels gehoord en anders begin ik gewoon eventjes overnieuw. Welkom allemaal bij het webinar Vernieuwen in het Onderwijs. Start vandaag nog met het Power Platform. Ja, we zien dat de afgelopen tijd de wereld enorm is veranderd door COVID-19. Ik denk dat dat niemand is ontgaan. En dat daarmee ook de educatiesector dusdanige wijzigingen heeft doorgemaakt. En met het Microsoft Power Platform zien we dat daar heel veel mogelijk in zijn om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Dus denk erbij aan hoe processen eenvoudig gedigitaliseerd kunnen worden en daarmee de administratieve workload wordt verminderd. We nemen jullie graag mee tijdens dit webinar. En hebben daarvoor een aantal onderwerpen op de agenda gezet. Nou, ten eerste beginnen we met een korte introductie. Ik zal dan even kort toelichten wie wij ook zijn als Motion 10. Daarna zal Maartje Koek, Learning Specialist bij Microsoft, haar uitkomsten van een onderzoek naar productiviteit in het hoger onderwijs jullie daarin meenemen. Peter de Vries gaat daarna een introductie geven over Power Platform. De aanpak en de next steps. En Peter de Vries is daarmee Solution Lead Modern Work and Security bij Motion 10. En daarna zal Juri Blomberg zich wat meer vertellen over hoe hij het Power Platform in de praktijk heeft ervaren. En de laatste 10 minuten hebben we voor nu gereserveerd voor een Q&A. Dus stel jullie vragen in de chat. Waar mogelijk zullen wij deze tijdens de presentaties behandelen. En anders zullen we die aan het einde van de sessies beantwoorden. Huishoudelijke mededeling, dit webinar wordt opgenomen. Heel kort even een korte toelichting op Motion 10. Nou ja, wij hebben een bepaalde missie en dat is wij maken digitale innovatie van organisaties succesvol. Met onze technologie over de stijgende aanpak zijn organisaties en hun medewerkers in staat om te excelleren in een continu veranderende wereld. Dit doen wij over een aantal verschillende disciplines. Dat is ten eerste het gedeelte Azure en Integration. Daarnaast hebben wij een tak die zich focust op data en analytics. Als derde is daar Modern Work and Security. En ook daaronder valt het Power Platform. En overkoepelend hebben wij twee afdelingen genaamd Customer Success. Dus zorgen we eigenlijk dat de juiste projectaanpak wordt gerealiseerd. Dat iedereen ook binnen de organisatie wordt meegenomen. En hebben een managed services afdeling voor het beheer en onderhoud van de omgevingen. En dan geef ik het woord heel graag aan Maartje. Super, dankjewel Anne Fleur. Voor degenen die me nog niet kennen, ik ben learning specialist in het hoger onderwijs bij Microsoft. En dat houdt in dat ik me voornamelijk bezighoud met de adoptie van Microsoft producten in het onderwijs. En dus eigenlijk gaan kijken hoe kan je dat nu goed inzetten op een goede didactische wijze. Dus ik zit echt aan de onderwijskundige kant. Daarbovenop zit ik ook nog een dagje in de week bij de Da Vinci scholengroep hier in Leiden. En ben ik ook adviseur digitale geletterdheid. Dus leerlijnen opzetten, dat hoort ook bij mijn bezigheden. Maar vandaag wil ik jullie meenemen in een onderzoek dat ik heb meegedaan, zoals Anne Fleur ook al zei. Want ik was wel nieuwsgierig hoe steken docenten nu hun processen juist in elkaar? Waar zitten er efficiënties, waar zitten er inefficiënties? En dat ook vooral in coronatijden. Maar voordat ik daarin duik, wil ik jullie eerst meenemen in een kleine anekdote. Ik zit ondertussen 5 jaar bij Microsoft, waarvan mijn eerste jaar ik als stagiaire ben gestart bij Microsoft Ierland. Jullie zien hier op deze slide een heel mooi gebouw. Daar heb ik helaas niet in gewerkt. Toen waren het nog iets oudere gebouwen. Maar ik kwam dus als stagiaire binnen. En ik kwam in een marketingteam. En zij waren een nieuwsbrief aan het maken in Outlook. En dat waren zo met van die templateetjes die dan elke letter moest dan goed staan. Want telkens als je er één bij typte, dan verschoof die hele template weer. Ja, zo ging dat 5 jaar geleden. En ik als stagiaire kwam binnen en ik dacht, nou, het is best wel gek dat je over zoiets, nou ja, relatief simpel, zoveel dagen kan doen. En dan waren we nog niet eens met de inhoud bezig. Dus ik heb daar toen was dat vrij vernieuwend, de tool Sway geïntroduceerd. Daar gaat het vandaag eigenlijk ook helemaal niet over. Maar de essentie van het verhaal was dat we dan, ja, toen dat we dat introduceerden, die deed de opmaak automatisch. Dus opeens konden we van 4 dagen naar 1 dag.
En waren dus, ja, die marketingmensen zaten ook niet meer al die lettertjes te goed te zetten in de template. En we konden ons volledig richten op die inhoud. En dat is een beetje een moraal van het verhaal. De dingen simpel houden is vrij moeilijk, maar de dingen moeilijk maken is daarentegen vrij simpel. En dat zie je. Zien we zowel in het bedrijfsleven als soms ook in het onderwijs, dat ja, eigenlijk zo met een helikopterblik naar je eigen werkdag kijken. En eens goed gaan kijken van, wat doe ik nu eigenlijk precies allemaal? En moet dat eigenlijk wel op die manier? Ja, daar hebben we ook gewoon geen tijd voor. Dus dat is een beetje de paradox. Waar we hopelijk vandaag in dit webinar jullie een handvat kunnen geven. Om dan over te schakelen naar dat onderzoek, want ik vond wel dat het hier heel mooi bij aansluit. We hebben 220 respondenten ondervraagd in het mbo, hbo en universitair onderwijs, waarvan 85% docent was. En dat onderzoek hebben we als Microsoft uitgevoerd in samenwerking met Markteffect, waarvan de respondenten niet wisten dat het onderzoek door Microsoft werd uitgevoerd. En de vraag, een van de vragen die we hebben gesteld is: aan waar willen docenten, waar willen jullie dus eigenlijk graag meer tijd aan besteden? En daar kwamen deze antwoorden uit. Niet super chockerend, maar dit is wel echt de kern van het lesgeven natuurlijk. Dus voorbereiden van les, het lesgeven zelf, contact met studenten. Fysiek lesgeven wordt in deze tijden heel hard gemist. Onderwijs, ontwikkeling, coaching. Dus dat zijn de dingen waarvan docenten zeggen dat is de kern van onze job. Daar voegen wij meerwaarde toe, dus daar moeten we meer tijd aan kunnen besteden. En dan logischerwijs de vraag die we dan ook hebben gesteld is: waar wil je graag minder tijd aan besteden? En ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen van waar wil jij graag minder tijd aan besteden? Zouden jullie dat ook even in de chat kunnen zetten? Dus ga even naar de chat. En ik ben heel benieuwd naar de deelnemers die nu in deze webinar zitten. Als je nu eens naar je werkdag kijkt, waar zou jij heel graag minder tijd aan besteden? En dan ben ik benieuwd of dat een beetje overeenkomt met de antwoorden die de docenten geven. En terwijl jullie dat aan het typen zijn, ga ik die ook gewoon laten zien. Dus dit, ook niet super chockerend natuurlijk, maar administratie, de ja, administratieve handelingen, vergaderen, mail, voorbereiden, nakijken, dat zijn gewoon dingen waar je best graag van af wil. En dat snappen we ook, want dat zijn natuurlijk randvoorwaardelijke dingen die soms wel nodig zijn om ja, je werk goed te kunnen doen, maar die soms ook gewoon een pak efficiënter kunnen. Zo zien hier ook in de chat verschijnen, graag minder overlegmomenten. Dus komt inderdaad een beetje overeen dat je die tijd meer kan besteden aan de effectieve kern van jouw job. We hebben ook een vraag gesteld van: ondervind jij uitdagingen of problemen bij het geven van online onderwijs? En daar kwam 94% van de docenten die gaf aan inderdaad een paar of veel problemen te ondervinden bij het geven van online onderwijs. En als we dan gingen kijken naar die kwalitatieve antwoorden, dan zat er ook wel echt in van moeite met interactie, moeite met het lezen van studenten, het peilen van studenten, aandacht er kunnen bijhouden. Ja, dat is inderdaad gewoon in ja, deze tijden moeilijk. En de tools zijn er vaak niet echt goed op afgestemd. Daarbovenop heb je inderdaad nog wifi-storingen. De tool die het nu niet doet. Waarschijnlijk mijn headset die af en toe hier is hapert. Sorry daarvoor. Als dat, ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Maar daar ben ik dus ook van afhankelijk. Laat het vooral weten in de chat als dat niet zo is. Dan doe ik hem even uit. Maar ja, dat is dus best een onwijs hoog aantal. En dat vind ik ook uitdagend voor ons ook als Microsoft, maar ook voor onze partnerbedrijven, net zoals Motion 10. Kunnen wij dan inderdaad jullie ondersteunen met bijvoorbeeld zo'n Power Appje in elkaar te klikken, die je dan weer aan Teams kan hangen om die interactie juist weer te maken? Dus met die blik hoop ik dat je vandaag naar de presentatie van Peter en van Juri kan kijken, zodat dat ook voor jou zelf bruikbaar gaat worden. Ja, nog een super interessante: van welke software tools maak je allemaal gebruik? 150 tools kwamen eruit en nog meer zelfs. Dat wil niet zeggen dat elke docent al deze tools gebruikt, maar je hebt dus best wel een tijdsverlies als jij continu zit te schakelen. Dus kan dat ook niet, dat gegeven al niet veel simpeler
door bijvoorbeeld één platform te gebruiken waar je al wat dingen aanhangt. Ik moet heel eerlijk zeggen, bij Microsoft hebben we ook 1001 SharePoints waar we alles in zoeken. Dus gewoon één goede zoekfunctie, dat helpt ook al gewoon. Dus ja, daar, dat kwam ook uit dat onderzoek. En de logische vervolgvraag, welke tools kunnen dan beter met elkaar integreren? Daar hebben we heel veel uit geleerd. Want de meest gevraagde integratiemogelijkheden gingen over Microsoft met Microsoft. Dus vooral teams met bijvoorbeeld PowerPoint, Outlook, Word. En dan natuurlijk ook met het leermanagement systeem en het administratiesysteem. Ook met WhatsApp zit er trouwens ook al in. Maar nog interessanter vind ik eigenlijk de rechterhelft van deze slide. Is dat in de kwalitatieve antwoorden al die docenten ook aangaven van hoe gaaf zou het zijn als aanwezigheid van studenten bijvoorbeeld automatisch geregistreerd kan worden. Dat je alles in één applicatie hebt. Dat je automatisch cijfers kan registreren. Data feeds kan creëren. Cijfers dat je in één ding invoert ook automatisch in de andere tool staan. Noem maar op. En het goede nieuws is, dit kan allemaal al. Dus we hebben geen antwoorden tegengekomen waarvan we niet een of andere workaround konden bedenken die wel mogelijk is. En het Power Platform ondervangt daar echt al heel veel van. Dus Peter zal er zo meteen wat dieper op ingaan. Maar Power Platform bestaat uit 4 tools. En je kan echt al gaan nadenken, hoe zouden die mij kunnen helpen om mijn werkprocessen beter te maken? Bijvoorbeeld Power BI. Daar kan je, als je een paar datasets hebt, link ze aan een Power BI en maak een Learning Analytics dashboard. Of zoals ik net al zei, kan je een Power App in elkaar klikken om wat meer interactie met je studenten te hebben. Kan je een flow maken zodat inderdaad bestanden worden ge-up en download automatisch en automatisch in de cloud worden opgeslagen. Of als je 1000 keer dezelfde vraag krijgt van jouw studenten, kan je dan niet een chatbot maken die dat je op 10 minuten in elkaar hebt gestoken om de 10 meest voorkomende vragen al te ondervangen. En als ze dan de chatbot het niet weet, dat het dan pas richting de docent gaat. Dus heel veel technische mogelijkheden zijn er al. Dus dat zou ook mijn vraag naar jullie zijn. Van, kijk eens naar je werkdag. Waar verlies jij heel veel tijd? Of waar zit jouw frustraties? Doe dat met een soort van helikopterblik. En kunnen we dan, kan je dat gaan omdenken? Want kan je jouw ergernissen of werkprocessen omzetten in mogelijkheden? En daar gaat Juri vandaag ook nog een heel mooi stukje over vertellen. En kan de technologie oplossen? We willen technologie vandaag niet presenteren als een soort van wondermiddel dat wonderbaarlijk alles gaat oplossen. Er zit nog wel meer achter. Maar technologie kan wel een hulpmiddel zijn. Dus ga gewoon eens experimenteren. Dat is mijn vraag. En bij deze geef ik hem heel graag over naar Peter. Ja, dankjewel. Nou, zien jullie als het goed is mijn scherm. Mijn naam is Peter de Vries. Ik ben de solution lead van het Modern Work and Security team. Nou, dat net al verteld, daar valt ook Power Platform bij ons in. Ik werk zo'n 25 jaar in de IT. En daarvoor was ik wiskundeleraar, dus ik heb al wat affiniteit met onderwijs. En ik ga iets toelichten over het Power Platform. Maartje, die vertelde het net al, hè? Er zitten een aantal tools in en ik ga daar vandaag wat dieper in. En ik ga ook kijken of laten zien wat voorbeelden waarvoor je het zou kunnen inzetten. Nou, wat is het nou, het Power Platform? Het is low-code. En dan is eigenlijk de eerste stap die jullie wilden spreken. Nou, wat is dan low-code, hè? Als je het hebt over software, dan gaat het heel erg vaak over nou, dingen programmeren, dingen bouwen. En dat zijn vaak IT'ers die dat doen, hè? En IT-bedrijven die dat heel goed kunnen. Nou, dat is natuurlijk bij onze bedrijven is dat ook zo. Alleen er is wel een verandering gaande. Het is steeds minder code schrijven en eigenlijk steeds meer dat je kant-en-klare bouwblokken kan gebruiken. En als je het hebt over low-code, en nog een stap verder, dat heet dan no-code, dan heb je eigenlijk, kan je dingen maken en dat kan zijn applicaties, dingen voor apps voor op je smartphone of workflows. Maar eigenlijk die je gewoon kant-en-klaar kan gebruiken, kan slepen op je scherm. En waar je gewoon hele mooie dingen mee kan maken, zonder dat je echt een programmeur bent. En dat betekent natuurlijk al, als je dat zo hoort, is dat het mogelijk maakt dat ook niet-IT'ers
bijvoorbeeld docenten in het onderwijs of mensen die bij de financiële afdeling van de universiteit werken, dat zij zelf eigenlijk ook software kunnen maken. En dat, ja, biedt gewoon heel veel mogelijkheden, zeker in de snelheid die nodig is tegenwoordig om dit soort dingen te ontwikkelen. Nou, waar hebben we het dan over als we het over het Power Platform hebben? Dat is eigenlijk wat je van applicaties hebt in je eigen omgevingen. Dus je hebt nou, misschien gebruik je Office 365, Dynamics, ook een bekende tool van Microsoft. Maar je hebt daarnaast natuurlijk ook een heleboel andere applicaties. Je hebt een roostersysteem, je hebt je Elo misschien, je hebt allerlei applicaties, financiële administratie. Daarbovenop positioneert Microsoft het Power Platform. Nou, als je dan kijkt wat daarin zit, dat zijn een viertal tools die, nou, misschien sommige wel bekend voorkomen, andere misschien wat minder. Maar tegenwoordig overal Power voor staat. Power BI, dat zorgt voor inzicht in data. Dus dat je dashboards kan maken met mooie taartgrafieken en lijngrafieken. Eigenlijk op een hele makkelijke manier. Nou, Power Apps is het stuk om applicaties te maken. En dat kan dus zijn van een smartphone op je telefoon of een app op je smartphone. Tot iets wat je misschien in Teams wil gebruiken of iets wat je in een webbrowser wil gebruiken. Dus echt applicaties in de breedste zin van het woord. Nou, Power Automate zijn eigenlijk workflows en procesautomatisering. Dus alles wat je in herhaalbare stappen zit, wat vaak, ja, werk is, wat je steeds op dezelfde manier doet. Dat kan je met Power Automate heel goed automatiseren. En het vierde blok is de chatbots van virtual agents. Nou, de naam zegt het eigenlijk al, daar kan je gewoon zelf chatbots maken waarbij je, nou, bijvoorbeeld veelgestelde vragen, zal ik straks nog iets over vertellen, dat je veelgestelde vragen niet altijd zelf hoeft te beantwoorden, maar dat je ze in eerste instantie automatisch laat beantwoorden. Nou, ik kan me voorstellen als docent dat je heel vaak dezelfde vragen krijgt, ook in andere situaties in het onderwijs natuurlijk. Nou, er zitten nog drie zaken die daar belangrijk in zijn. Dat is Dataverse, een plek waar je bestanden kan opslaan. Data connectors, die ervoor zorgen dat je verbinding kan maken met andere systemen. En de AI-beelden, daar ga ik zo nog iets over vertellen. Nou, hier, ik ga ze even allemaal langslopen. Nou, hier heb je Power BI. En eigenlijk wat je daar doet, is dat je, als de data beschikbaar is, en data kan zijn dat je iets in een Excel-bestand hebt staan, of iets wat in een bepaald systeem hebt staan, bijvoorbeeld je cijferadministratie of een roosteradministratie. Al die informatie, als die beschikbaar is, kan je die eigenlijk heel makkelijk benaderen in Power BI en kan je daar eigenlijk informatie met elkaar combineren. Dus je sleept eigenlijk gewoon de data op het scherm en dan kan je gewoon hele mooie dashboards maken. Nou, als je Power Apps kijkt, dat is eigenlijk een hele makkelijke manier om, ja, allerlei soorten van applicaties te maken waarbij je, wat Microsoft zegt is als je PowerPoint kan, dan, en je kan een beetje Excel, dan kan je een Power App maken. Ja, dat is op zich ook wel zo. Als je er kijkt hoe dat is opgebouwd, dan zie je een applicatie bestaat vaak uit schermen. Ja, en dat is net als bij Power Apps zijn dat de schermen, zeg maar, die je aan de linkerkant ziet. En elk scherm, ja, heeft dan elementen die je dan gaat opbouwen. En dan, het is niet voor iedereen, maar als je een beetje gevoel hiervoor hebt, dan kan je al heel snel gewoon een hele mooie applicatie maken. Nou, Power Automate, daar gaat het echt over processen die je wil automatiseren. Nou, dat start vaak met een, wat ze dan een trigger noemen, dus er gebeurt ergens iets. En dat gebeurt ergens iets, dat kan zijn, er komt bijvoorbeeld een mail binnen in een bepaalde mailbox, of er wordt een bericht geplaatst in Teams. Maar ook iets wat extern gebeurt, bijvoorbeeld er wordt iets op Twitter gepost met hashtag de naam van de universiteit of de naam van de hogeschool. Ja, dat kan ook een trigger zijn. Dat zijn allemaal externe systemen die ook als trigger kunnen dienen. En daarna kun je die afhandeling dan automatiseren. Ja, door allemaal van dit soort blokjes onder elkaar te doen. En je zal zien als je hiermee aan de slag gaat, dat heel makkelijk gaat. En wat bijvoorbeeld ook kan, is dat je zelf bijvoorbeeld rondom goedkeuring aanvraagt voor een document. Ja, dus dat je zegt, nou, ik wil dat altijd als er hier in mijn Teams-omgeving bijvoorbeeld een document wordt geplaatst of iemand uploadt een werkstuk, dat er dan automatisch iets gebeurt. En dat kan zijn dat er een bericht in Teams wordt geplaatst, maar het kan ook zijn dat er een bepaalde, een extern systeem iets wordt opgeslagen.
op die manier kan je gewoon die applicaties heel goed aan elkaar koppelen. Nou, en hier zie je nog een voorbeeld. Hè. Je hebt echt allerlei mogelijkheden om ook vertakkingen erin te maken. Ook loops, hè, voor mensen die al zoiets gemaakt hebben dat je nou, iets moet 100 keer gebeuren. Ja, dan ga je dat op die manier gewoon daar doorheen lopen. Nou, en dit werkt heel goed met systemen, zeg maar, die ook kan benaderen. Dus bijvoorbeeld iets als Teams of iets wat je online kan benaderen. Maar er zijn natuurlijk ook heel vaak applicaties die, of bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn, maar bijvoorbeeld ook op zoals dat je dat er geen interface is. Bijvoorbeeld een website. Hè. Stel je wil iets op een website invullen. Ja, daar is niet iets wat je geautomatiseerd kan invullen. Nou, daar is ook een oplossing voor. En dat is wat we robotic process automation noemen. Dat heet RPA. En daar neem je eigenlijk dus de dingen die je doet op je scherm. Hè. Dus je klikt met je muis, je vult wat in, je opent een nieuw scherm. Hè. Dat neemt je allemaal op. En als de opname klaar is, dan vertaalt dat zich in een eigenlijk ook een flow waarbij je eigenlijk al die stappen ook weer herhaald kan doen. Dus eigenlijk gaat je computer dan voor jou als een soort robot, gaat die stappen uitvoeren, geautomatiseerd, die jij één keer hebt opgenomen. Nou, dit gaat wat ver voor nu, maar uiteindelijk kan je hier echt hele interessante dingen mee doen. Nou, en een chatbot, hè, dit spreekt eigenlijk aan de linkerkant voor zich. Ik denk dat iedereen wel eens met een chatbot in contact is geweest, bijvoorbeeld op een website. Maar je kan dit dus heel goed nu zelf maken. En het werkt heel erg met wat ze topics noemen, dus onderwerpen. Dus er begint ergens een gesprek, hè, in zo'n chatbot. Dus die maak je beschikbaar, bijvoorbeeld in Teams of op je website. En iemand zegt hallo. Nou, dat is dus een topic starter. En dan moet je dus aan de rechterkant moet je configureren. Oké, wat moet er gebeuren als iemand gedag zegt? Of wat moet er gebeuren als iemand een vraag stelt? Nou, en op die manier leid je ze door een bepaalde flow heen. Je ziet ook een beetje de vertakkingen ook wel hier aan de rechterkant. En als je kan ook vragen stellen, wat je aan de linkerkant ziet, dat je, nou, yes of nee, or no. Nou, afhankelijk van dat antwoord ga je dus een bepaalde kant van de flow in. En uiteindelijk zal er wellicht toch nog wel, zal het bij je mensen terecht gaan komen. Bijvoorbeeld bij een docent of bij de administratie of bij de service desk. Maar dan heb je bijvoorbeeld al heel veel informatie opgehaald. Ja, of de meest veelgestelde vragen heb je wel al afgehandeld, waardoor je dan kan focussen op de dingen die meer tijd kosten. Dus eigenlijk al deze dingen zijn heel erg gericht op herhaalbare dingen die, en dat zal jullie denk ik straks ook vertellen, en dat Maartje zei het eigenlijk ook al. Ja, herhaalbare dingen zijn ook vaak het meest vervelend om te doen, kosten veel tijd en voelen heel vaak ook als een beetje zinloos werk. Dus als het echt herhaalbaar is en je kan dat automatiseren, dan ja, maakt dat meer tijd vrij voor ja, de veel meer bijzondere zaken waar je meer tijd voor nodig hebt. Nou, Dataverse is de plek waar je informatie kan opslaan. Bijna altijd als je een app hebt of een dashboard, het heeft ook altijd met data te maken. En Dataverse is dan de plek waarbij je die data kan opslaan en dan weer in een andere applicatie gebruiken. Dit is een van de opties. Je kan ook gewoon eigen databronnen gebruiken die je ontsluit. Kan ook heel goed. En het voordeel van Dataverse is dat je daarbinnen bijvoorbeeld ook validaties kan doen. Ja, dus stel, er wordt iets ingevuld in een app en bij het opslaan krijgt hij dan de melding van nee, dat is een verkeerde waarde. Ja, je moest een postcode ingevuld worden, maar dat klopt niet. Ja, dan hoef je dat niet in de app te regelen, maar dan wordt het allemaal aan deze kant wordt het afgehandeld. Dan connectors. Altijd als je verbinding maakt met data vanuit het Power Platform heb je een connector nodig. En die connector betekent eigenlijk gewoon dat je toegang krijgt tot dat andere systeem. En nou ja, stel je bent een app, een workflow aan het maken waar je verbinding wil maken met mail. Dan heb je dus de Outlook connector nodig of de Google Mail connector. Ja, want er zijn ook allemaal Google connectors beschikbaar. Dus wat je dan doet is, je moet dan met een account inloggen voor die andere applicatie. En dan heb je in principe een connectie met dat systeem en dan kan je het gewoon integreren. Nou, er zijn bijna 400 connectors die je kan gebruiken met sowieso alles wat in Office zit, alles wat in Google zit, maar ook alles wat bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, een heleboel zaken beschikbaar. Maar voor sommige applicaties heb je een premium connector nodig, waarbij je eigenlijk een extra aanvullende licentie nodig hebt. En als laatste, als er geen connector is, is het ook mogelijk om zelf
connector voor te maken. En dat noemen we dan een custom connector. Daar ga ik straks ook nog iets over vertellen. Dus stel, er is een systeem, wellicht iets wat je zelf gebouwd hebt bijvoorbeeld, of wat je aangekocht hebt, of een bepaald LMS, stel, en daar is geen connector voor beschikbaar. Dan is het wel heel vaak mogelijk om daar een custom connector voor te maken. Ja, en dan kun je die gewoon gebruiken om informatie in dat systeem te schrijven. Nou, als laatste de AI-beelden. Wat je daarmee kan, is dat je artificial intelligence toevoegt aan je applicaties. En er zitten verschillende onderdelen in. Ik ga er even twee van laten zien. En eentje is objectherkenning. Wat je daarmee doet, is dat je eigenlijk het systeem leert om bepaalde objecten te herkennen. Nou, dit is het voorbeeld van een theeblikje. En wat je hier eigenlijk doet, is dat je zoveel mogelijk foto's, minimaal 15, in het systeem uploadt. En dan geef je aan, oké, dit is het theeblikje. Dat betekent daarna als je dat hij dan zelf kan herkennen wat dat is. Nou, en dit is een voorbeeld van een theeblikje, maar in principe met elk type foto of afbeelding kan je dat doen. Nou, dat geeft natuurlijk heel veel mogelijkheden om dan aan een app toe te voegen dat je bijvoorbeeld een foto maakt van iets en dat hij dus automatisch herkent wat er op die foto staat. Ja, dat brengt echt heel veel mogelijkheden om dat te automatiseren. Een ander voorbeeld is teksterkenning. Dat is een voorbeeld van een factuur. Ja, dus ook hier stopt zoveel mogelijk facturen in het systeem en op een gegeven moment gaat hij dan zelf herkennen wat is. Dus hij weet op een gegeven moment, oké, dit is het factuurnummer, dit is de naam, dit is het adres waar wat erbij hoort, dit zijn de items die erin staan. Ja, dan herkent hij dat zelf en dan kan de afhandeling daarna natuurlijk ook geautomatiseerd plaatsvinden. Wellicht met een goedkeuringsslag, hè, dat er toch iemand naar kijkt. Maar dan is het herhaalde werk is weer geautomatiseerd. Ja, en eigenlijk het enige wat je doet, je stopt zo'n factuur in de scanner en de rest wordt automatisch afgehandeld. Nou, Microsoft Teams is natuurlijk iets wat heel veel gebruikt wordt, ook in het onderwijs en eigenlijk in de hele wereld. En ook binnen Microsoft Teams heb je het Power Platform. De vier applicaties die ik net noemde, plus Dataverse, zijn eigenlijk allemaal beschikbaar in het Power Platform. En binnen Teams heb je een Power Apps app en heb je een Power Automate app. Ja, als je op de puntjes klikt, moet je maar eens proberen. Dan zal je die daar waarschijnlijk ook zien als je organisatie hem niet heeft verborgen. Maar je kan dus binnen een team ook dit soort dingen maken. Je kan chatbots maken, je kan apps maken, je kan workflows maken. Maar dan is het ook binnen de scope van zo'n team. Maar je zou dus bijvoorbeeld binnen je klas al een app kunnen maken die je beschikbaar maakt aan je leerlingen of aan je studenten. Ja, of een bepaalde automatiseringsslag. Dat was de theorie. Ik weet niet of er in de tussentijd al vragen zijn. Dan hoor ik het graag van mijn collega's en anders ga ik gewoon door. Er is er eentje voor jou, Peter. Ja. Van welke rechten heb je nodig om met Power Apps en dergelijke te werken? En wat kan je als je geen administrator bent? Hele goede vraag. In principe kan je alles doen, alleen de organisatie bepaalt in hoeverre jij dat mag. En wat vaak in organisaties gebeurt is dat ze weten niet goed wat het Power Platform is en daarom hebben ze het bijvoorbeeld uitgezet voor iedereen. Ja, dus het zou ook kunnen dat je dat niet kan, maar als je organisatie dat toestaat, kan je in principe zelf apps maken, kan je workflows maken, zou je ook chatbots kunnen maken in Teams. Dus het is helemaal in te richten per organisatie, ook over inderdaad als je het kijkt vanuit beheersoogpunt van wat wil de organisatie toestaan in wat mogen docenten of wat mogen mensen die hier werken eigenlijk doen. Maar in principe, vanuit het platform gezien, mag je alles, kun je alles doen en mag je alles doen wat ik heb laten zien vandaag. Voorbeelden. Een van de zaken die Maartje volgens mij ook bovenaan had staan in het onderzoek. Je geeft natuurlijk les, maar je moet eigenlijk nog steeds, net als bij een fysieke les, weten wie was er nou eigenlijk aanwezig bij mijn lessen. Nou, ik denk dat iedereen wel gezien heeft dat je een aanwezigheidsrapport kan exporteren. Dat zit in de meeting. Nou, als je dat bestand wat daaruit komt, daar zou je met het Power Platform gewoon heel makkelijk een automatische afhandeling kunnen doen. En ik ga daar wel een beetje een versimpelde manier proberen toe te lichten hoe je dat dan doet. Het begint ermee dat je het rapport hebt. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit. Je hebt de naam van je deelnemers, de datum van de vergadering, het eind.
Hoe lang heeft het geduurd voor elke persoon? Welke rol hadden ze? Dit is gewoon een CSV-bestand. Nou, als je nou een plek maakt waar je dat altijd opslaat, ja, en dat zelfs die stap zou je wellicht kunnen automatiseren, dat automatisch gebeurt na een vergadering. Maar je gaat dat automatisch opslaan en dan ga je Power Automate gebruiken om dat bestand op te pakken. Nou, en dan ziet dat er ongeveer zo uit. Wat er dan gebeurt is, de trigger is wanneer er een bestand wordt aangemaakt. Ja, dus er wordt zo'n rapport geplaatst op die locatie. Nou, dan gaat de trigger af van hey, when a file is created. En dan gaat hij dus wat doen. Nou, in dit geval is het daarna ga je eigenlijk acties bepalen. Nou, wat je hier zegt is van ga alle rijen die in die CSV stonden, loop die af. En dat is eigenlijk een standaard actie. En je geeft alleen aan, oké, voor welk bestand is dat dan? Nou, in dit geval ziet dat er ongeveer zo uit. Het staat nu op de OneDrive, maar het zou ook in Teams kunnen zijn of wat dan ook. Nou, dus op die manier wordt uit het bestand wordt de informatie opgehaald. Nou, en dan krijg je, wat ik net zei, een soort loop. Want je hebt natuurlijk, er komen heel veel items uit. Nou, wat je dan kan doen is bijvoorbeeld kijken, nou, wat wil ik doen als iemand tekort in die les heeft gezeten? Ja, dat is een conditie. Nou, dan zeg je bijvoorbeeld, oké, als die duur korter is, want dit gaat in seconden, korter is dan 900 seconden, dan wil ik dat er iets gebeurt. Ja, dan zie je, ja, het is of ja of nee. Stel het is ja, dan wil ik dat er een berichtje in Teams wordt geplaatst. Nou, en wat je bij dit plaatje heel goed ziet, is dat je dus die informatie, de naam en die deelnametijd, dat is eigenlijk de informatie uit Excel en die ga je hier dynamisch invullen. Dus wat er dan gebeurt is dat elke keer als die trigger afgaat en hij komt in die ja-tak, omdat iemand dus tekort in de les heeft gezeten, gaat er dus een berichtje in Teams daar naartoe. Nou, dat is één voorbeeld, hè, maar je zou ook iets in een systeem kunnen schrijven. Dat zou je echt helemaal kunnen inrichten zoals je dat wil. Dat betekent dat iedereen die tekort in die les zit, hè, dus dit bericht krijgt. Nou, op die manier bouw je zo'n flow op. Je kan dus ook, nou, dan moet je denken, nou, even los daarvan, hè, waar willen we dan die informatie vastleggen? Nou, en dan komen die connectors aan de orde. Nou, even een paar voorbeelden. Er zijn dus een heleboel connectors en je zoekt hier bijvoorbeeld op, nou, in dit geval SQL, een database die veel gebruikt wordt. Stel, het moet daar opgeslagen worden. Ook een heleboel applicaties die jullie wellicht gebruiken, die hebben ook een SQL server daaronder zitten. Dan zou je daar een actie kunnen doen, waarbij je de informatie die je uit die CSV hebt geleden, in die database krijgt. Een andere optie is, nou, dit is bijvoorbeeld Eduframe, ik weet niet of mensen dat kennen. Er zijn een heleboel applicaties die hier connectors hebben. Nou, en hier zie je dus, kan je dus al zien, nou, dit is een premium connector. Dat betekent dat je voor de mensen die dit gebruiken een premium licentie nodig hebt. Er zijn ook een heleboel acties waar je prima zonder een premium licentie zou kunnen doen. Hier een voorbeeld, stel je wil iets met mail doen. Ja, dus je zoekt gewoon bij acties op Outlook. Nou, dan zie je allemaal dingen die je geautomatiseerd kan doen. Je kan een contactpersoon aanmaken, een afspraak maken. Allemaal mooie dingen die je in principe geautomatiseerd dan kan doen. En allemaal gepersonaliseerd, omdat je natuurlijk al die informatie haalt uit uit het CSV-bestand waar die doorheen aan het loopen is. Dus je hebt het mailadres van die persoon, je hebt de naam van die persoon. Ja, dus je kan het helemaal personaliseren. Nou, dan even kijken, als je kijkt naar een aantal LMS'en die veel gebruikt worden. Ik heb hier vier genoemd, er zijn natuurlijk nog veel meer, maar nou, Canvas, Blackboard, Moodle en Brightspace. Al deze LMS'en die hebben eigenlijk allemaal de mogelijkheid om daarmee te connecten. Ja, ik, even als voorbeeld heb ik Blackboard hier genomen. Hier zie je, is eigenlijk gewoon, die bieden gewoon de mogelijkheid om daar applicaties tegenaan te maken. Nou, als je dan kijkt wat je dan vanuit het Power Platform gaat doen, daar ga je dus een custom connector voor maken. Ja, dus je hebt een connector om met Blackboard te connecten. Ja, dan zou je dus uit welk systeem dan ook informatie uit Blackboard kunnen halen, maar ook kunnen schrijven naar Blackboard. Ja, dus op die manier heb je gewoon, ja, zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt om je dagelijkse processen of administratie, registratie, om dat op die manier in je LMS te krijgen. Nou, even een ander voorbeeld. Hè. We hebben het over een chatbot gehad. Nou, net al een beetje laten zien hoe dat eruit ziet. Maar
de vraag is natuurlijk van ja, hoe kan je nou zorgen dat, ja, dat het chatbot ook het antwoord weet op de vragen? Nou, er is een hele simpele manier voor. Dat kan je doen door eigenlijk een linkje toe te voegen. En dat is dan het topic linkje naar een plek waar de antwoorden staan. En dat kan een online iets zijn. Hè? Je zou zelf naar de Wikipedia pagina kunnen verwijzen en haalt hij de informatie daaruit. Maar dat kan ook een Excel bestand zijn met allemaal vragen en antwoorden. Ja, dus op het moment dat je dat hebt, kan die dus, leest hij eigenlijk de vragen en de antwoorden in het systeem. En gaat hij automatisch dat dus als antwoord geven als die vraag gesteld wordt of iets als wat lijkt op die vraag. Ja, dat is ook weer een zelflerend systeem. Maar dan zie je eigenlijk hoe simpel het is om nou ja, gewoon veelgestelde vragen op die manier af te handelen in een chatbot. Nou, nog één voorbeeld, hè. Interactie met studenten. Dit is even een voorbeeld van een app zoals die eruit zou kunnen zien. Dit is de Reflect app, die kan je ook gewoon zelf nu al toevoegen aan Teams. Maar wat je hier bijvoorbeeld kan doen, is gewoon regelmatig vragen van ja, hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, en dat is eigenlijk een hele simpele vraag die je stelt. En dat kan je in Teams doen, dat kan je tijdens een meeting doen. Of in het team van je klas. Of van je jaar, of wat dan ook. Maar het geeft natuurlijk wel informatie over langere tijd hoe het gaat met mensen. Je kan natuurlijk overzicht hebben over een langere periode. Je kan kijken naar een bepaalde persoon, hoe dat gaat. Ja, of misschien hoe het juist met een hele groep gaat. Eigenlijk een hele simpele app, maar die heel veel informatie kan geven. Nou, en zo kan je ook wel bedenken dat je op allerlei manieren ja, gewoon input kan halen. Uit je, tijdens de lessen, maar ook tijdens wellicht gesprekken, ja, of om zaken vast te leggen. Nou, als je mensen dan regelmatig vraagt van oké, geef eens even antwoord op deze vraag. En dat zou bijvoorbeeld ook in een Teams chat kunnen. Ja, we zijn natuurlijk gewend in een Teams chat is dat iemand een berichtje schrijft en iemand schrijft een berichtje terug. Maar je kan ook al daar een soort formulierachtig ding in plaatsen. Dat heet een adaptive card, waarbij je eigenlijk een aantal vragen invult in de chat. En dat dan weer keurig wordt afgehandeld aan de achterkant. Peter, mag ik daar nog een vraag stellen? Zeker, ja. Een deelnemer vraagt dat vorige voorbeeld, dus met de LMS'en, dat laat API zien. Werkt het ook met LTI? Ja, zeker. Ja. Ja, en dan is er nog eentje van Laura. Die vraagt of je het verschil kan toelichten tussen een cloudstroom en een bedrijfsprocesstroom. Cloudstroom en een bedrijfsprocesstroom. Ja, een cloudstroom en een bedrijf. Het verschil daartussen. Ja. Ja, dat is eigenlijk een. Het heeft allemaal net een andere naam gekregen, dus eigenlijk zegt het ook niet zo heel veel. Een bedrijfsprocesstroom is als je. Nee, laat ik het even anders zeggen. Een cloudstroom is als je connectie maakt met. Met iets wat beschikbaar is. Online, zeg maar. Dus eigenlijk dat eerste variant is dat je bijvoorbeeld, er gebeurt iets in Outlook of er gebeurt ergens anders iets. En een bedrijfsprocesstroom zit meer in het in een stap. Ja, ik weet niet helemaal goed hoe ik het toe moet lichten. Dat zit in een dat je bepaalde stappen in een ander proces, dat je die kan automatiseren. Maar ik kom daar nog even terug in de chat op bij deze persoon. Dank je. Ja. Nou, even een paar dingen die belangrijk zijn bij inzet van het Power Platform. Nou, wat natuurlijk het risico is wat er nou ja, jarenlang ook met Excel is gebeurd. Hè, dat mensen helemaal losgaan en dat het helemaal niet meer beheersbaar is. Dus het grote voordeel is dat het Power Platform allerlei mogelijkheden biedt om dat ook wel beheersbaar te houden. Dus het is goed als je daarmee start in je organisatie. En dat bedoelt niet als docent, maar meer vanuit de beheerorganisatie, dat je daarover nadenkt. Ja, als je dit wil, denk ook goed na wat dit betekent voor al je medewerkers en ook studenten. Daar zou je het ook voor beschikbaar kunnen stellen. En hoe ga je zorgen ook dat ze dat gaan gebruiken? Ja, wat belangrijk is, ja, als je applicaties gaat bouwen, zorg dat het mooie applicaties worden en dat ze goed in elkaar zitten. Dus daar moet je ook iets mee. We hebben net al gezegd, er is heel vaak data betrokken bij die applicaties. Zorg ervoor dat dat allemaal onder architectuur en dat goed gaat en dat de data veilig is en dat voldoet aan compliance regels. Ja, en even een voorbeeld hoe dat er dan uit kan zien als je dat gewoon wat netter doet. Dit is
Dus niet uit onderwijs overigens, maar hier zie je een beetje hoe een mooi opgemaakte app er dan uitziet. Ja, en dit kan je dus maken voor om bijvoorbeeld in Teams te doen, maar dat kan ook helemaal losstaand zijn. En je kan ook dit soort apps maken die je op een iPad of op een smartphone opent. Ja, en op die manier heb je een hele mooie manier om van allerlei processen te vereenvoudigen. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Juri. En die gaat jullie meenemen in hoe het uit de praktijk in het onderwijs wat het toe kan voegen. Dus Juri, het woord aan jou. Ja, dankjewel. Ik zal eens eventjes op zoek gaan naar mijn scherm delen. Dat is altijd weer een dingetje natuurlijk. Zo. Ja. Daar staat hij. Oké. Nou, ik ben Juri Blomberg. En ik ben docent op een VSO, voortgezet speciaal onderwijs. Wat ik ga vertellen is overigens niet specifiek voor het voortgezet of voor het speciaal onderwijs, maar eigenlijk gewoon voor het onderwijs. En daar ben ik ook de ICT-coördinator en ik ben ook de beheerder in Office 365. En de bovenschoolse ICT'er inmiddels. En deze website is van mij, dus ik vond dat ik daar ook wel even reclame voor kon maken. Toch? Deze infographic die heb ik een tijdje terug gemaakt. En je hoeft hem niet per se helemaal te lezen, maar ik denk dat de strekking duidelijk is. Het gaat over dubbel werk en vooral de zin, hè, je werkt in het onderwijs, dus je kent het fenomeen dubbel werk. Mijn collega's moesten daarom lachen als een boer met kiespijn eigenlijk. Want ja, dat herkennen ze wel. En gelukkig kan het wel degelijk beter. Maar hoe dan? Dat is de vraag. Nou, dat vroeg ik mij dus ook af. En daarom ben ik gaan zoeken. En in eerste instantie op allerlei andere plekken, maar dat zal ik jullie voor nu even besparen. Maar we hadden ook al gewoon een Office licentie. En jullie hoogstwaarschijnlijk ook, want anders zat je hier niet. Dus ik ben in die Office apps gaan kijken. En nou ja, daar vond ik wel op zich leuke dingen. En iedereen weet ook wel dat het al best wel aardig in verbinding staat met elkaar. Want je kan natuurlijk dingen mailen vanuit SharePoint, hè, delen. En nou, hoe Microsoft Teams wel niet verweven zit met alles, is helemaal helder, denk ik. Maar hoe meer je erin verdiept, hoe meer je erachter komt dat er echt nog veel meer is. Nou ja, deze apps, sommige iets minder bekend. Forms is natuurlijk super bekend in het onderwijs. Maar kan allemaal hartstikke handig zijn. Maar dat is toch niet waar het over gaat vandaag. Want vandaag gaat het over het Power Platform. Want op het moment dat ik daarachter kwam, veranderde eigenlijk alles, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt misschien wat overdreven, maar dat is eigenlijk niet zo. Dit is echt precies hoe het is. Even kijken. Daar zou je ze hebben. En ik ga het vandaag voornamelijk hebben over Power Apps en Power Automate. Simpelweg, en dat is ook wel handig om te weten, denk ik, dat Peter had het net ook over premium licenties en dergelijke. Voor Power BI is het op dit moment zo dat je gewoon moet betalen. En dat is ook niet meer dan logisch, want je krijgt echt best wel zieke functionaliteit voor terug. Maar goed, budget is altijd lastig in het onderwijs. Dus ik dacht, laat ik dat nog even uitstellen totdat ik heb bewezen wat er allemaal kan. Dus voor nu blijft het even bij deze twee. En nou, daar kan je eigenlijk al ontzettend veel mee. Zo, daar zijn ze. Ik ga gewoon wat voorbeelden geven eigenlijk, omdat ik denk dat ik daar zelf het vrolijkst van zou zijn geworden van wat er nou eigenlijk kan. En je ziet rechtsboven in het ontwikkelingsperspectief staan. Nou, dat is dan op zich niet per se specifiek voor het speciaal onderwijs, maar het verschil is wel op een reguliere school, een basisschool in ieder geval. Nou ja, zou je hooguit één of twee per leerling maken in een klas. En als speciaal onderwijs heeft elke leerling er één. Dat is dus op zich een verschil. En ik denk dat bij alles wat ik laat zien, je sowieso een beetje de transfer naar je eigen situatie
moet maken. En dat dat ook prima gaat lukken eigenlijk. Daar heb ik echt alle vertrouwen in. Nou, een voorbeeldje daarvan is het ontwikkelingsperspectief dus met Power Automate. En dan zit ik even te denken wat handig is. Want ik wil dat natuurlijk eigenlijk gewoon even laten zien. Ja, dat is namelijk een hele simpele, maar ik vrees wel, ja. Ja, ik merk dat het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat de leerlingen thuis zaten. Dus ik ben een beetje verleerd. Het presenteren geeft niks. Ik ga het zo nog laten zien. Dat kan sowieso geen kwaad om nog een aantal andere voorbeelden ook erbij te geven. Maar het komt er zeker aan bod. Het handtekeningformulier is een bekende. Er zijn natuurlijk zeker ook gewoon betaalde versies en zo voor. Adobe en DocuSign en noem het maar. Super handig, sowieso. Handtekeningen ga je echt altijd nodig blijven hebben. Voor allerlei soorten toestemmingen en dergelijke. En nou ja, het was eigenlijk ook gewoon een uitprobeersel van mij in Power Apps. Of dat nou zou kunnen of niet. Dus dat heb ik gedaan. En ik ga nou toch eventjes. Zo, ik moet toch echt eventjes. Ja, deze delen. En hier zie je, nou, zienswijze leerling. Ik was nu bij zien. Gaan we eerst. Dit wordt door de leerling ingevuld in principe. En dat slaat hij op. He, dat is prettig. En vervolgens kunnen de ouders, want we hebben het zo bedacht dat ze dat samen invullen. Dat is ook, nou, daar zien we wel meerwaarde in als school. Nou, dat heb je dan. We hopen niet dat ze dit echt invullen overigens. Maar dat. En vervolgens de handtekening. Nou, daar kun je dus. Zo. Nou. Als ik nu hier klik, dan zegt hij, oh ja, dat is die validatie waar Peter het ook over had. Nou, eventueel kan je een kopie van het formulier voor ouders, laten we dat even niet doen. Zo, handtekening. Heel mooi. Nou, wat hij nu doet, bij opslaan en verzenden. Hij is opgeslagen en dat is ook zo. En als je dus je e-mailadres had ingevuld, dan heeft hij dit heeft hij een kopie hiervan ook naar de ouders toegestuurd. Nou, dat is op zich mooi. Ik zal in het kader van AVG, het is niet heel praktisch om nu mijn mailbox te gaan openen hier live. Maar het is nu op dit moment wel degelijk zo dat ik een mailtje heb met daarin een pdfje met die handtekening. En de informatie van nou ja, de zienswijze van de leerling, de zienswijze van de ouder. En nou, ik kan hem zo meteen nog wel even erbij pakken als ik mijn scherm niet meer aan het delen ben. Dat is een voorbeeld. Dus dan heb je meer dan alleen een handtekening. Want Adobe Sign is bijvoorbeeld is prima voor handtekeningen. Maar wel ja, puur voor handtekeningen eigenlijk. Goed. Even kijken. Ja. Nou, ik denk dat het handig is als ik gewoon eens hier verder ga. In Power Apps namelijk. Want Power Apps is een beetje mijn nieuwe portaal geworden. Dat was het eerst zeker niet. Nou, je ziet hier een beetje aan het knutselen geweest. Handtekeningformulier heb je al langs zien komen. Wat ook interessant is, is dat wat je net zag. Dat is wat de gebruiker zeg maar ziet. En dat is gewoon precies dat formulier. En nou, volgens mij ziet dat er professioneel genoeg uit in ieder geval. En ja, dat is prima. Maar wat er aan de achterkant van die app ook nog zit. En wat heel praktisch is. Is namelijk dat er nog veel meer schermen in die app zitten. En die krijgt de gebruiker nooit te zien. Nou, dit is bekend, hè. Dit was net te zien. Dit. En nou, eventueel nog een foutmelding. Contactformulier voor als die foutmelding zou gebeuren. Maar dit, hier kun je helemaal niet naartoe navigeren. Nou, dit is trouwens hoe dat PDF er dan uit zou zien. En even kijken. En hier heb je ook nog wat. Ja, dit is meer voor mijzelf hoor, overigens. En nou ja, hier kun je dus aan de achterkant voor jezelf de documentatie bijhouden. Dat is meer gewoon even een tip als je aan
aan de gang ermee gaat. Want dat, nou, noodzakelijk wil ik niet zeggen, maar dat is wel extreem handig. Ik ga even door naar. Oh ja. Zo. Ik wil gewoon even die. Dank u. Oké. Dat is mooi. Handtekeningformulier dus, die was duidelijk. Dan gegevens, altijd bij de hand voor alle betrokkenen. Want dat is natuurlijk wel een dingetje. Maarten zei het ook al, dat het zelfs bij Microsoft zelf is het soms een zooitje. In SharePoint, nou dat is bij ons zeker niet minder. En dat is ook erg lastig, want we hebben gewoon ook echt ontzettend veel data. Dus ja, dat kan je zo goed organiseren als je wil, maar dat blijft gewoon toch lastig. En nou, wat voor data hebben we dan bijvoorbeeld, die eigenlijk best wel belangrijk is om altijd bij de hand te hebben over leerlingen. En dat geldt toch wel voor een heleboel, voor ook in het voortgezet onderwijs en ook bij studenten eigenlijk. Als die echt een heftige pindaallergie of iets dergelijks hebben, dan is het toch wel prettig om dat te weten. Nou, de status van alles in SharePoint. Ik heb even deze drie domeinen gepakt. En nou ben ik nu een app aan het maken. Die is dus nog niet klaar voor de duidelijkheid. Die precies de juiste informatie over die leerlingen stuurt naar de mentor van die leerling, wat nogal belangrijk is. Maar ook naar de leerwerkplekbegeleider, want die ziet die leerling ook best wel vaak. Of naar de stagebegeleider, want je gaat naar de leerwerkplek of naar een stage. En dat komt allemaal. Ja, dus staat een pijltje die kant op, eigenlijk is het andersom. Het komt allemaal uit het OPP, dat ontwikkelingsperspectief dus, wat een stuk uitgebreider is nog, maar net zag je alleen de zienswijze van ouder en leerling. Maar daar staat nog veel meer in. En de belangrijkste dingen, zoals die medische informatie, die komt daar, wordt daar uitgehaald. Maar het is ook nog zo dat de input van zowel de mentor als de leerwerkelijk begeleider of stagebegeleider wordt door een Power App, door een formulier in te vullen met observaties of toetsen, wat dan ook, wordt dat ook weer in SharePoint teruggezet. Waardoor het OPP automatisch wordt bijgewerkt. En vroeger was het zo dat als er OPP's kwamen, dan berg je dan maar. Want dan kon je 3 weken in de kelder gaan zitten en de OPP's gaan schrijven. En dat is vreselijk. En nu is het eigenlijk de bedoeling dat vrijwel alles al is. Natuurlijk is het wel, je gaat nog steeds wel sowieso checken of het klopt. En iets persoonlijks erbij schrijven is bij ons wel gebruikelijk. Hoeft niet per se, maar het ligt ook een beetje aan hoe groot je groep is. Speciaal onderwijs zijn kleinere klassen natuurlijk. Maar de rest is allemaal ingevuld, want dat is al door de tijd heen bijgehouden. Nou, extreem handig. Zijn mensen ook nogal blij mee. Ja, dit voorbeeld is gewoon zo simpel is bedacht door mijn vrouw overigens, want die is kleuterjuf. En die zei van, dat is weer zo'n leerling. En het zijn niet de hoofdverantwoordelijkheid voor die groep. Maar haar duo collega, en ze gaan geen namen noemen, maar die vergeet altijd als nieuwe leerlingen komen. Ja, en eerlijk is eerlijk, dat is ook niet per se waar je je bezig mee wil houden. Hij is meer dan welkom als hij er is, natuurlijk. Maar voordat hij 4 is, heb ik hem niet zo goed in het vizier. Dus wat gebeurt er? Door zo'n LMS inderdaad daar de gegevens uit te halen, weet je al wanneer die leerling 4 jaar wordt. Want die staat al ingeschreven. Dan wordt er een uitnodiging verstuurd naar de ouders. En ook maar gelijk een inschrijfformulier met allerlei gegevens. Dat soort dingen. Dit is echt relatief eenvoudig te maken. En dat maakt gewoon voor zowel de ouders als het personeel en ook de directeur en de administratief medewerker. Het is gewoon voor iedereen beter eigenlijk. Ja, en dan dit voorbeeld, klasse op de kaart. Hoe zullen we het noemen? Mijn kindje misschien wel. Dat is wel overdreven, maar pathetisch. Maar in ieder geval, deze app heb ik echt wel een hele tijd aan gewerkt eigenlijk. En denk ik dat het wel goed is om te benoemen dat het heel belangrijk is om apps ook simpel te houden. Dat is in dit geval gaat dat zeker niet op. En dat heeft er ook wel een beetje mee te maken dat dit ook de app is waar ik eigenlijk gewoon alles door heb geleerd. En er zit
Beste, nou ja, ik heb bijvoorbeeld nooit gewerkt met Excel. Dus de hele if-else statements en dergelijke helemaal nou ja, vanaf het begin moeten leren. Dan heb je op zich wel een leercurve. Maar je moet niet vergeten dat ik kom niet uit de ICT, hè? Gewoon nul. Ik heb gewoon de PABO gedaan. En ik kan het dus wel. Dus dat is eigenlijk ook wel wat ik hoop dat je meeneemt. Dat je een beetje inspiratie hebt op kunnen doen. En dus, wacht even hoor. Oh, hoe staat die? Want dit is de echte app. En even kijken. Nou, hier kun je hem gewoon gebruiken. Nou, deze mensen die werken er dan. Nou, laten we even het VSO doen. Daar ben ik. Hoppakee, dat is mijn profiel. Dat kun je ook bewerken. En dat kan iedereen dus ook bewerken. Dat kan niet alleen, ja, hier moet je niet op letten. Dat zie alleen ik. Dat zien de andere gebruikers niet. Maar dit kan je allemaal aanpassen. Enzovoort. En opnieuw opslaan. Nou, willen we nu even niet. Nou ja. En dat geldt voor scholen net zo goed. Voor informatie over de scholen. En daardoor kunnen scholen en medewerkers dit dus helemaal zelf up-to-date houden. En dat doen ze ook echt. Dit is laatst gelanceerd. Nou, dit knopje nieuw hier. Ik heb er expres niet op geklikt. Als ik er nu op klik, gaat hij weg. En nu blijft hij ook weg. Als ik nu opnieuw inlog, dan komt hij ook niet meer terug. Nou, dat soort kleine vernuftigheden, dat ga je dan op een gegeven moment doen als je dit wat langer doet. Maar nou ja, je kan hier zoveel nog over vertellen. Wat er allemaal nog aankomt. Ja, wat niet. Deze is wel echt zeer uitgebreid. En ik zou dus niet zozeer aanraden om te beginnen met iets wat zo uitgebreid is als dit. Want ik kan nog een stuk meer laten zien. Maar het geeft wel aan wat de mogelijkheden zijn. He, zoals dit, als ik hier op verzenden klik, dan wordt dit ook echt verzonden naar mij. Met de Outlook connector, wat Peter net zei. Nou ja. Je kan alleen al het feit dat alle medewerkers die werken voor onze stichting dus hierin kunnen werken. Dat kun je ook gewoon afspreken voor alleen jouw school bijvoorbeeld. Of niet afspreken. Het zo organiseren dat dat op die manier gebeurt. En nou ja, ik denk dat dat wel iets is wat ja, dusdanig veel mogelijkheden met zich meebrengt. En ik zie dat ik eigenlijk kan het gaan afronden. Ja. Nou ja, dan laten we Power Automate dan even zitten. Ja, ik zal deze voor het geval Ronald Jacobs er ook is. Ik zag dat hij zich had aangemeld. Ronald, deze is van jou. Heb ik tijdens een webinar van hem een keertje overgenomen. Gewoon alles wat hij doet is een mailtje overnemen en hem in een bepaald kanaal en team zetten. In dit geval waar de MR ook in zit. En dit was nog. En je ziet ook hoe weinig werk het eigenlijk is. Hè? Dit is alles wat ik heb ingevuld. En wat hij doet, is dat in Power Apps heb ik iets ingevuld. Nou, die stuurt een aantal data naar Power Automate toe. En dan heb je eigenlijk al in dit geval een PDF-je dan. Met de data die je wil. En in. En daar zit ook al een handtekening bij in deze. Ik zat even te kijken welke dit is hoor, sorry. Maar en vervolgens doet hij dat in een bepaald mapje. En dat is dan ook nog het mapje dat je hier zelf kunt aanklikken met de juiste naam enzovoort. En dat is dan in Power Automate al, of Power Apps al bepaald. Nou, ik merk dat deze flows nu gaan zitten uitleggen. Dat is denk ik niet het allerhandigst. Maar ik hoop wel dat je een beetje inspiratie hebt opgedaan. Overheden. En dat je vooral ja, moet beginnen eigenlijk. En nou, waar kun je nou beginnen? Het antwoord daarop is natuurlijk altijd gewoon YouTube. Dat lijkt me helder. Daar ga je echt meer dan genoeg vinden. Maar ook de Power Platform community. Voor elke app apart zijn er communities. En ze hebben dat wel ook nog weer een beetje bij elkaar gebracht. Maar daar staat ja. Alle problemen zijn mensen al eerder tegenaan gelopen. Dus ja, doe daar vooral je voordeel mee, zou ik zeggen.
En Microsoft Learn staat helemaal bomvol met uitleg hierover. En dat geldt ook voor de documentatie. En dan, nou ja, ga ik nu zo afronden. Dus als er vragen zijn, dan kan dat zo meteen. Want eerst geef ik het woord nog even aan Anne Fleur. Die, nou ja, het af gaat ronden. Dus dank jullie wel. Ja, dank jullie wel, Maarten, Peter en Juri. Ik hoor een kleine gan, die is weg inmiddels. We lopen een beetje uit met de tijd, maar hebben jullie nog verder vragen? Stel ze in de chat. Mochten jullie op dit moment echt weg moeten, dan kunnen jullie ook altijd Lodi of mij hierover contacten. Onze gegevens staan achteraan deze PowerPoint, die jullie ook later opgestuurd krijgen. Even kijken. Ja, Anne Fleur, er is in ieder geval één hele goede vraag over de workshop app in a day. Ga je dan ook een flow inrichten of gaat het echt om een app? Nou, wij bieden inderdaad app in a day aan. Hè, en dat ik heb even de datum niet uit mijn hoofd, want bij het registreren voor dit webinar kon je daarvoor opgeven. Maar dan ga je echt aan de slag met zowel een app, met Power Apps, maar ook met Power Automate. En zelfs ook met Dataverse om de bestanden op te slaan. Dus je raakt eigenlijk een heel groot deel van het platform. Dus misschien gelijk een oproep voor, mocht je dat nog leuk vinden om zelf achter de knoppen te zitten. Want je gaat echt zelf aan de slag om een app te bouwen en om flow in te richten. Je kunt je nog inschrijven daarvoor. Ja, en als we dan even doorgaan naar de volgende slide, dan heb je ook meteen de informatie erbij. Die staat gepland op 11 mei van 1 tot 5. Aanmelden kan via de link. Deze is ook op onze website te vinden. En voor degene die, volgens mij zit een, dan kunnen jullie je aanmelden nog via de link, ook via de website. Mochten jullie hiervoor voor dit webinar hebben aangemeld, dan krijgen jullie deze link ook nog waarschijnlijk volgende week in jullie mail. Dus hou zeker hier ook de tijden voor vrij. Zijn er verder ondertussen nog andere vragen? Ik zie op dit moment niks binnenkomen. Ik wacht nog heel eventjes. Mochten er nog wel mensen aan het typen zijn. Er is nog één vraag. Oh ja, ik zie het inderdaad. Ja, wat een leuke toepassing. Hoe kun je het bundelen, beheren en overzicht houden? Zeker wanneer je in een team werkt. Nou, dat is exact. Dat is eigenlijk een hele goede vraag. En nou, misschien kan Juri dat ook beamen. Hè? Want ik denk als je zelf aan de slag bent en je bent gewoon dingen aan het maken die voor jou van belang zijn, dan is dat nog wel te overzien. Maar als je het hebt over dat je binnen een organisatie met verschillende mensen eigenlijk allemaal dit soort dingen aan het doen bent, ja, dan is het wel nodig dat daar wel overzicht over komt en dat je bepaalde processen daarin in gaat richten. Kijk, als organisatie moet je nadenken, nou, wie mag er bijvoorbeeld allemaal dit soort dingen doen? Hè? Dan kan je zeggen, iedereen mag applicaties aanmaken. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, nou, we doen dat toch met een centraal groepje en er kunnen apps aangevraagd worden. Ja? Of je zegt, mensen mogen alleen maar dit doen als ze een verplichte training hebben gevolgd, waarbij ze de basiskennis hebben rondom het werken in Power Platform. En er zijn tools beschikbaar om inzicht te hebben. En inzicht is denk ik heel belangrijk, dat je bijvoorbeeld kan zien, oké, welke apps zijn er eigenlijk allemaal? En welke apps worden veel gebruikt en weinig gebruikt? Welke connectors worden gebruikt? Maar ook, wie is degene die apps bouwt die heel veel gebruikt worden? Hè? En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je inzicht hebt in de personen die dit blijkbaar gewoon heel goed kunnen. Dat is allemaal mogelijk om dat te achterhalen. Dus, uiteraard willen we als Motion10 daar ook heel graag bij helpen. Dus het gaat er heel erg om dat er processen ingericht worden en dat er ook in de organisatie mensen zich verantwoordelijk voelen voor het platform. Ik denk dat kort gezegd het belangrijkste is. Dankjewel, Peter. En verder geen vragen? Nee, nou dan gaan we afronden. Dank jullie wel allemaal voor jullie tijd, interesse. En ik hoop dat jullie hier allemaal iets meer kennis hebben opgedaan over het Power Platform en de mogelijkheden daarmee. Mochten er nog vragen zijn, en dan gaan we naar de laatste slide toe.
neem contact op met Lodi of met mij op deze contactgegevens. We helpen jullie graag verder. En hopelijk zien we jullie ook allemaal bij de App in a Day op 11 mei. Dank jullie wel.